Maar eigenlijk vroeg niemand echt hoe het met me ging. Pas toen een collega op bezoek kwam, ontstond er begrip voor mijn situatie. Uiteindelijk ben ik toch 80 tot 100% afgekeurd. Mijn tip voor werkgevers: luister goed naar medewerkers met een chronische ziekte. En voor de rest heb ik natuurlijk veel steun ondervonden van degene om mij heen, met name mijn vrouw. Die dus altijd accepteerde dat ik vroeg naar bed toe ging. Werkgevers wil ik meegeven om in gesprek te gaan met hun werknemers. Over hun ambities met name. Die ambities hangen natuurlijk mede af van iemand zijn persoonlijke situatie. Daarna wilde ik weer beginnen met werken, maar mijn lijf werkte niet meer mee. Mijn arts gaf me de gouden tip om vrijwilligerswerk te gaan doen. Let een beetje extra op medewerkers met ziekte van Crohn of colitis. Zij zullen niet snel afhaken. Dus als ze aangeven dat er iets is, is er ook echt iets aan de hand. Vanaf het begin ben ik heel open geweest over mijn ziekte. En collega's hebben me af en toe ook naar huis moeten sturen van je zit aan je uren, het is tijd om te gaan. Werken gaat gewoon door voor mij, dat vind ik ook belangrijk. Maar uiteraard spookt het wel door mijn hoofd dat ik een chronische ziekte heb. Na de diagnose colitis ulcerosa dacht ik dat ik steeds dezelfde voet door kan gaan. Maar het werd steeds erger. Ik kreeg steeds meer last van diarree, buikpijn en vermoeidheid. Wat ik anderen mee wil geven: openheid zorgt soms voor meer begrip dan je denkt.